We gaan dus bloemenparfum maken. Ik gebruik lavendel, omdat ik dat lekker vind ruiken. Maar je kan echt alle soorten bloemen en kruiden gebruiken die je wilt. Dus rozenblaadjes, rozemarijn, leef je uit. Wat heb je nodig? Mooie flesjes waar je het in kunt doen. Water, een beetje alcohol, een zeef en het trechtertje. En het vijzeltje. En daar ga ik meteen mee beginnen. Eerst de bloemen in deze vijzel. 5 kleine handjes. Wist je trouwens dat lavendel heel rustgevend is? Dus als je het een beetje in een zakje doet en onder je kussen legt, ga je heel lekker slapen. So I put on my perfume. Yeah, I want it all over you. Dit doe je vast in het bakje. Beetje water erbij, gewoon een klein scheutje. Nou, eigenlijk best wel een groot scheutje. Klein scheutje alcohol. Zo, goed door elkaar roeren. Nu ga ik het parfum in de flesje schieten. En dat doe ik met een zeefje en een theedoek. Goed drukken. Tadaa! Zelfgemaakt parfum. Het ruikt echt heerlijk. Nu gaat het in de flesjes. En daarvoor kun je best een klein trechtertje gebruiken. Ik bewaar nog een heel klein beetje, want het kan dan in dit glazen visje. Dopje erop.